Nou, het is maar goed dat ik geen mascara had vanmorgen, want dan was het nou uitgelopen. Wat heb ik ontzettend genoten van de dienst tot nu toe al. Als we kijken hoe we met de pre-meeting ook echt met elkaar mochten doen. En hoe iedereen in zijn rol stapt. Als we kijken, vorige week heb Johan gesproken over bemoedigen. En dat we met elkaar een activatie deden. En dat ik na het woord wat hij deelde ook echt iedereen van de jongste tot de oudste... Of je nou heel lang in de gemeente zit, vanaf het eerste uur, of nog maar net. Iedereen deed mee. En dat is eigenlijk precies waar ik het over ga hebben. Ik ben super dankbaar voor wat we hier hebben. En geloof me, dit is uniek. Dit is uniek wat hier is. En elk woord wat ik nu spreek is niet van, het moet nog beter, het is nog niet goed genoeg. Maar het is goed dat we gaan begrijpen wat hier gebeurt. Dat iedereen dit allemaal ook uit kan leggen wat hier gebeurt. En dat dit alleen maar doorontwikkelt, zodat we... alleen maar kunnen vermenigvuldigen. En het is ook belangrijk dat we beseffen dat dit niet iets is wat... dit is onze clubpie, Living Wadders of misschien voor 12. Maar dat we echt gaan zien dat dit is het patroon van God. Dit is hetgeen wat God verlangt. Dit is niet iets wat wij mooi vinden, dit is iets wat God mooi vindt. En daarom wil ik het ook uitleggen vanuit de Bijbel, hetgeen wat we doen is. Dat we allemaal onze rol te spelen hebben. En we groeien enorm hard als gemeente. En het is super belangrijk dat we onszelf vermenigvuldigen. Datgene wat we hier hebben, dat het vermenigvuldigt. En dat geldt dan voor nieuwe mensen of mensen die er al wat langer bij zitten. Dat we allemaal gewoon onze plek innemen. Want anders gaan we verdunnen en dan verliezen we wat we hier hebben. En ik ben er van mening dat we het niet hoeven te verliezen. Maar dat het nog groter en rijker zou mogen worden als wat we nu hebben. Ik ben blij dat jullie allemaal lekker zitten. Maar we gaan het met z'n allen doen, dus jullie mogen, ik ga het uit de Bijbel lezen en jullie mogen er allemaal even bij gaan staan. Een beetje actief. Laten we luisteren wat God zegt in zijn woord. 1 Petrus 2 gaan we lezen van 1 tot en met 10. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar door God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaarlijk licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Je mogen zitten. Vanmorgen draait het er allemaal om dat we de dingen die we doen, dat we dat allemaal met elkaar mogen doen. Maar voordat ik door dit tekstgedeelte heen ga, wil ik eerst een klein beetje achtergrond ervan geven. Aan wie is die brief geschreven? Want ik denk dat daar de grootste discussies over staan, over aan wie die geschreven is. Nou, dit gedeelte... het gaat over gelovigen, het gaat over ons, het gaat over mensen die wederom geboren zijn. Maar dit is specifiek geschreven aan de mensen die verstrooid waren. En dan kan je denken in de tijd in Handelingen 8, dat Saulus, die heette toen nog Saulus, later heette hij Paulus. Saulus, die staat letterlijk, als je dat na wil lezen, kun je dat lezen in Handelingen 8. Er was een grote vervolging in de gemeente van Jeruzalem. En de mensen verspreidden allemaal in de gebieden eromheen. En deze brief is geschreven naar een aantal mensen die verspreid waren. En Saulus die begon de gemeente te verwoesten. En als je dat dan leest, is heel interessant, de gemeente is. En hij ging de huizen in.
Dus wat zie je? De gemeente, dat is niet een gebouw, niet een kerk. Gebouwen zoals we heel vaak een beeld erbij hebben. Maar hij ging de huizen in. Hij ging de gemeente verwoesten. De gemeente zijn levende stenen zoals jij en ik. En hij leverde de man en de vrouw over naar de gevangenis. Dit is geschreven aan mensen die wederom geboren zijn. En als we lezen in 1 Petrus 1 vers 3 staat dat. Er staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door opstanding van Jezus Christus. En verderop lezen we nog een vers. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dit is het eerste hoofdstuk van Petrus' brief. En het is zo belangrijk dat we de aanloop naar hetgeen wat ik ga delen goed gaan begrijpen. Als er zulke dingen zoals wedergeboorte meerdere keren herhaald worden, dan is het superbelangrijk. Wedergeboorte is wat mij betreft het grootste wonder wat er bestaat. Dat is dat je vanuit de duisternis gered wordt in het licht. Dat je overgeplaatst wordt in het koninkrijk van God. Wedergeboorte is cruciaal. En een theologie kan je niet bouwen op één tekst. Maar als dingen herhaald worden, en dat zie je zo meteen nog een paar keer gebeuren in de dingen die ik ga delen, dan is het superbelangrijk. Wedergeboorte. Dus het hele stuk wat we net hebben gelezen gaat over mensen die wederom geboren zijn. En ik spreek vanmorgen tegen mensen die wederom geboren zijn. En als jij niet wederom geboren bent, dan wil ik je echt aanmoedigen om hier deze ruimte niet te verlaten voordat je keuze gemaakt hebt voor Jezus. Want zonder wedergeboorte ga je verloren. Wedergeboorte is het allerbelangrijkste. En daaruit voortvloeit alles wat ik nu ga delen. Een relatie met God, opnieuw geboren zijn. Leg dan af. Zo begint het gedeelte wat ik net gelezen heb. Het eerste vers van, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst. En ik denk dat zijn drie principes die ik nu ga vertellen vanuit dit gedeelte. En die zijn super belangrijk. Je moet je voorstellen, de mensen, jullie zijn wederom geboren. En toch staat er dan, leg dan af. En wat moet je afleggen? De dingen die je in jezelf ontdekt. De vuiligheid, de rommel, die je elke keer ontdekt in je hart. Het is zo belangrijk om de dingen af te leggen, je oude patronen af te leggen. Ja, we zijn compleet hagelnieuw in Christus Jezus. Maar als je een klein beetje eerlijk naar jezelf kijken kan, dan ontdek je nog van alles wat nog beter kan. En zo vaak willen we het nieuwe en we willen ons zo bekeren, maar we slaan de stap zo vaak over om het af te leggen van het oude. Maar als we het oude niet afleggen, dat klinkt een beetje als een, ik heb altijd een beetje bizarre voorbeelden, maar mijn vader was helpen en hadden we een schuur. En er moest er een plank vervangen worden. En het was een oude schuur en dan moest ik een plank voor hem halen. En als ik dan met een nieuwe plank om de hoek kwam lopen, dat zinde hem niet, want dat vond hij zonde. Want hij zegt, ja, dat is als een vlag op een stronschuit, noemde hij dat. En misschien ken je dat gezegde niet, maar dat houdt niet. Het houdt geen stand. Dus als je het nieuwe op het oude wil plakken, wijn, hè, nieuwe wijn in oude zakken, het houdt geen stand. Het is zo belangrijk dat de oude dingen er eerst uitgaan voordat het nieuwe erin mag gaan komen. Verderop staat. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daarop mag opgroeien. Het vurige verlangen, dus als je het afgelegd hebt, er is ruimte in je hart gekomen, de rommel is uit je hart, dan mag je vurig verlangen als pasgeboren baby's. Nou, er zijn een hoop vrouwen hier met baby's die dat wel aan zou spreken, hoe een baby honger kan hebben naar melk. En op deze manier mogen wij verlangen naar de woorden van God. Maar zuivere melk. Het is zo ontzettend belangrijk waar je je mee laat vullen. Als je dan ruimte hebt in je hart, waarmee laat je je vullen? Wat neem je tot je? Wat luister jij? Wat kijk jij? Ik ben zo dankbaar dat wij een onderdeel zijn van een apostolisch team. Zoals ook in Handelingen 2 vers 42 staat. Van dat we toegewijd zijn aan de leer van de apostelen. De apostelen die zijn er verantwoordelijk voor dat wij zuivere melk binnenkrijgen.
Mijn vraag is, kijken jullie onderwijs, wat we vertaald hebben, kijken jullie de dingen die wij aanbieden, waarvan wij geloven dat het zuivere melk is? Als je ruimte in je hart hebt, is het zo belangrijk dat je het vult met de goede dingen. Heb je liefde, dat verlangen naar het woord? En misschien denk je, ik heb dat niet, maar dan mag je er wel in gaan wandelen. Ik zeg het zo vaak, ik kom regelmatig 's ochtends naar beneden toe lopen en dan is het niet zo dat ik echt verlang naar zuivere melk, dat ik denk van yes, ik ga de Bijbel lezen. Als ik heel eerlijk ben, heb ik dat meer niet dan wel. Maar als ik er dan weer zit en de tijd neem en het tot me neem, dan transformeert het mij. En dan geeft het moed en energie voor de dag wat ik weer uitdelen kan. Het is super belangrijk. Maar let op, je bent wederom geboren. Je hebt alles afgelegd. Je vult je met de goede dingen. We zijn nog steeds, we zijn het afbreken, we zijn nu weer aan het opbouwen. En dan wat zegt Jezus? En kom naar mij toe. Kom naar hem toe. Het is een voortdurend naar hem toe gaan. Het bij hem toe, bij hem halen, bij Jezus halen. En deze stappen zijn cruciaal bij hetgeen waar we zometeen uit gaan komen. Want wat zijn we? Wij zijn levende stenen. Let op wat er staat. In 1 Petrus 2, vers 4. En dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Nou, ik had een voorbeeld meegenomen. Ik neem graag voorbeelden mee, want het verrassende is altijd dat als je een preek onthoudt, heel vaak zijn het niet de Bijbelteksten of de mooie dingen eromheen, maar het zijn de voorbeelden. En daarom heb ik ook weer een voorbeeld bij me. Ik heb stenen meegenomen. Heel verrassend. En Gods verlangen is dat, ja, als je wederom geboren bent, dat je die stappen doorneemt, dat jij een levende steen bent van een gebouw. God bouwt zijn kerk met jou en mij. Wij zijn allemaal stenen. En dit is een steen, dat is een hele oude steen, dat is een handgevormde gebakken steen. En er is er geen één zoals deze. En het is met jullie ook zo, jullie zijn uniek. Er is niemand hetzelfde. Je bent uniek. Deze steen is handgevormd. En God wil jouw leven, wil die door met de hand vormen. Als je door klei wordt gevormd. En hij wil een unieke steen van jou maken. En hij wil die gebruiken, en dat doet hij hier ook in de gemeente, om een levend gebouw te maken. Wij zijn zijn kerk. En tussen die stenen, de metselmotten zou je kunnen zeggen, dat is de liefde die er mag heersen. Dit is wat God voor ogen heeft voor jou. Allemaal uniek. Maar wat is dit? Misschien weten sommige mensen wat dit is. Ik kom al met oude gezegdes en dingen om de hoek. Ik ben op een boerderij opgegroeid, jongens, sorry. Dit is een misbaksel. Dat is echt waar. Deze steen had dit moeten worden. En er zijn meerdere redenen waarom stenen vroeger niet lukten en mislukten. En een van de redenen waarom een levende steen of een steen niet lukte, laten we het over een steen hebben, dat is omdat de vuiligheid in de klei zat. En als wij levende stenen zijn, dan zou ik de titel van mijn boodschap vandaag noemen: ben jij een levende steen of ben je een misbaksel? Dat is best scherp, hè? Maar dit is wel wat het is. Als de vuiligheid in jouw leven zit en God wil jou vormen, dan is de kans zeer groot dat jij niet bruikbaar bent in zijn koninkrijk. En ik zeg dit niet om je te ontmoedigen, maar om je te waarschuwen. Want ik ben zo enthousiast over de mensen, hoe jullie het allemaal doen. Maar het is belangrijk en ik ga verder, want uiteindelijk wil ik naar het priesterschap toe. Er staat ook nog iets over geestelijke offers in diezelfde tekst. We mogen geestelijke offers brengen. In Romeinen 12 lees je dat ook, dat je je lichamen mag offeren voor God. Offeren, dat is iets dat je je eigen helemaal mag geven. Niet meer jij leeft, maar Christus leeft in jou. En dit is super belangrijk, dus dat we niet meer voor onszelf leven, maar dat we ons leven offeren voor God. En dat we elkaar daarmee dienen. Een koninklijk priesterschap. En dit is uiteindelijk misschien wel de kern
waar ik het over wil gaan hebben. De volgende tekst staat in 1 Petrus 2 vers 9. 1 Petrus 2 vers 9, staat hij er al op? Oh, kijk eens jongens, zo snel man. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn heiligdom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. En zie je wat er hier gebeurt? Het gaat weer twee keer in hetzelfde gedeelte over het priesterschap. En weet je wat het is? Wat hier staat is, jullie zijn priesters. Jullie zijn allemaal priesters. En misschien heb je het wel eens gehoord, maar ik denk dat we heel vaak niet beseffen, want met de voorbereiding kwam ik er in ieder geval achter dat ik daar echt een beetje te makkelijk over dacht. Als we priesters hebben in het Oude Testament, God als volk bestond uit 12 stammen en één van die stammen, dat was de stam van Levi. En die was helemaal vrijgezet. Die kreeg geen bezittingen. Die was helemaal bedoeld om te offeren. En er waren heel veel offers. Je kan Leviticus en de Bijbelboeken eromheen erover lezen. Die waren continu bezig met offeren. En waarom waren hun de priesters? Omdat ze werden geboren in de stam van Levi. Dat maakte hun een priester. Dat maakte hun dat ze een priester mochten zijn. En er was er nog een hoge priester die dan eens in het jaar in het heilige der heiligen mocht komen. Maar het had alles te maken met de stam van Levi. Daar, als je daarin geboren werd, dan werd je automatisch priester. En in het Nieuwe Testament ben je automatisch een priester als je opnieuw geboren bent. En daarom is het zo, wat hier staat, is dat wij allemaal priesters zijn. En stel je eens voor, wat voor een beeld heb jij bij een priester? Maar wij zijn priesters. En dat houdt heel wat in. Wij hebben toegang in het heilige der heiligen. Wij mogen altijd voor zijn troon komen. Maar dat betekent ook dat wij mogen offeren. En dat we onszelf mogen offeren. Dat betekent dat wij als gelovigen, je bent een heilige, dat wij elkaar mogen dopen. Je bent een priester. Dat je het avondmaal mag vieren met elkaar in de huizen. Dat je elkaar mag salven, dat je elkaar mag zegenen, dat je voor elkaar mag bidden. Al die dingen meer is voor iedereen. Het is niet voor één of een speciaal persoon. Het is een priesterschap van alle gelovigen. En dit is zo belangrijk om dat te beseffen. En zo vaak zie je gebeuren in kerken, in plekken waar ik vandaan kom. En ik heb zo vaak gesprekken over zulke dingen, zowel links als rechts, zwaar of licht, hoe je het noemt. Je kan er alle soorten smaken van maken. En allebei de kanten gaan er heel vaak dingen mis. Dat er iemand voorin staat en die het helemaal doet. Met een aantal elite eromheen. En ik ben dankbaar met hetgeen wat hier gebeurt. En wat we met elkaar hier hebben. Maar het is belangrijk dat we het uit kunnen leggen wat we hier hebben. Zodat we het vasthouden. Want als wij het niet zelf uit kunnen leggen, dan gaan we het doen omdat we het zo doen. En dat is iets wat heel vaak verkeerd gaat. We willen het niet doen omdat we het zo doen, maar we willen het doen omdat God het zo verteld heeft. En daarom hebben we ook een uitgangspuntcursus. En dan halen we ook elke keer, gaan we terug naar de blueprint. Handelingen 2, 42 tot en met 47. Telkens gaan we weer terug van hoe God het heeft bedoeld. En niet, ja, zo doen we het nou eenmaal. Nou, ik vind jullie vrij serieus kijken, dus ik zal even dat serieuze verhaal een beetje doorbreken met een levend voorbeeld. Om te illustreren wat er dus gebeurt op het moment dat je iets gaat doen wat je van een ander hoort, in plaats van dat je het gaat doen vanuit de kern, uit de basis. Ik heb 4 mensen nodig die een leefvoorbeeld kunnen zijn. Rogier, Tom Molenaar, Ben en Joost. Komen jullie maar naar voren. We gaan deze mannen, eentje blijft hier staan. En 3 gaan er zo meteen de ruimte uit. En eentje die blijft staan, die gaan wij 3 dingen mee, niet meekijken. Nee, ik zag niks. Hij wil mijn voorbeeld laten mislukken. Oké. We geven ze 3 dingen mee. En dat moeten ze aan elkaar gaan uitbeelden in een bepaalde tijd. Dus als jullie 3 de zaal willen verlaten. Eigenlijk niet. Nou,
Ik herhaal het. Oh ja. Heel goed. Oké, gasten, nou moeten we... Ik ben echt heel benieuwd. Nou ben ik... we hebben een plaats. We doen een plaats. Een biechtokje. Een beroep. Glazen wassen. Ja. Mm-hmm. Heb je nog een voorwerp wat we kunnen doen? Lineaal. Een? Lineaal. Lineaal. Heb je? Ja. Een biechtokje. Ja. Ja. Nou, dat gaat wel lukken. Ja. Oké, okay, één van de, jullie mag komen. Ik krijg 20 seconden tijd en dan gaat. Dat is niet lang. Precies dat. Yes. Floris, ik sta er een beetje voor. Dat is een plaats. Nu richting het publiek. Ja, ik snap het al, want ik weet het heel goed. Ja. Wat is dit nou? Beroep. Ja, die heb ik. Lekker bezig. Voorwerp. Nee, je mag geen zo'n dingen gebruiken. De volgende mag komen. Ja, ik weet het. Dit is een plaat, ja? Ja. Nog een keer. Weet je? Dit is een beroep. Voorwerp. Goed, ik weet jongen. Geef ze jou. Oké. De volgende is. Wat was de plaats? Ik dacht een kapel of zo. Een kapel. Oh. Tempel. Ja, tempelachtig iets. Wat was het? Biechtokje. Wat was het beroep? Schilder. Glazen was. Ramen was het. Ja. Ja, glazen was het. Supergoed. Wat was het voorwerp? Ik dacht iets van een lineaal. Ja, er zit een streep, ik weet niet hoe het heet. Ja, een lineaal. Ruler, ja. Ja, lineaal. Soort, het was inderdaad een lineaal. Super goed! Yes, we gaan zitten.
Nou, we maken er een beetje ontspanning van om het even uit te beelden. Maar uiteindelijk, wat er gebeurt als we de dingen gaan doorgeven en we weten niet zeker hoe we door moeten gaan geven, dan bestaat het gevaar dat er iets heel anders uitkomt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we de dingen die we doen, dat we dat doen omdat we echt overtuiging hebben, omdat God het van ons vraagt. En dat heeft ook alles te maken met hoe je avondmaal viert, hoe je doopt, wat je ook allemaal doet. Dat je dat doet zoals God het van je verlangt en van je vraagt. En ik heb heel vaak, krijg ik vragen, dat zijn vragen die ik best vaak mag beantwoorden. Van waarom het avondmaal thuis vieren, dat vinden sommige mensen ook ingewikkeld. Of ja, dat is nieuw, laat ik het zo maar zeggen. En dan vraag ik van ja, maar waarom, ik stel ook die vragen wel eens aan mensen om me heen, maar waarom doe je dan wat je doet? Ja, dat doen wij altijd zo. En dat is een traditie. Of waarom is er altijd maar één die voorin staat te spreken? Waarom doen jullie wat jullie doen? Nou, alles wat hier gebeurt in deze gemeente, daar zit een idee achter. En kunnen we vanuit Gods woord uitleggen. Maar het is nog verder. Het is ons verlangen dat jullie het ook allemaal uit kunnen leggen wat we aan het doen zijn. Maar dan krijg ik wel eens het antwoord, ja, maar dat is een traditie. Dat is een traditie. Nou, weet je wat het is? Traditie is, dat is niet zo'n heel groot probleem. Wij hebben ook tradities. We hebben elk jaar churchcamp en zo kan ik er nog wel een paar mooie dingen opnoemen. Tradities is niet per se verkeerd, maar het heftige is, het zijn niet alleen tradities, het is religie. En religie, dat maakt dood. Op het moment dat we de dingen gaan doen omdat we ze zo doen, en omdat het zo lekker voelt, of omdat we dat al een paar honderd jaar zo doen, wat dient het dan nog? Religie bestaat uit activiteiten die mensen, die de mensen recht toezetten tegenover God, die het recht zetten tegenover God en tegenover anderen. Maar wij mogen leven vanuit relatie. En dat is zoveel belangrijker. Wij zijn priesters van alle gelovigen. En als je zo meteen aankomt van ja, zo doen we het. En dan hoor ik wel eens van die dingen van ja, we doen het al een paar honderd jaar zo. Joh, wat ga jij zeggen als je zo meteen voor Gods troon staat? Waarom heb je het zo gedaan wat je doet? Waarom doe je wat je doet? Ja, ze doen het allemaal zo. Ze doen het al honderden jaren zo. Dat zeg je dan tegen iemand die in de eeuwigheid is. Een paar honderd jaar is niks voor hem. Wat voor een argument denk je ermee te hebben? Maar ik bedoel dit met eerbied, hè. Het is zo heftig dat er zo vaak dingen, patronen insluipen waar God niet mee geëerd wordt. En het is ons verlangen, en dat is echt een verlangen. En ook omdat we het zien werken, dat we de dingen doen vanuit de blueprint, vanuit zoals God het bedoeld heeft. En dat betekent dus ook dat wij, al gaat het over dit onderwerp, allemaal priesters zijn. Dat het niet om een paar mensen gaat, maar dat het over ons allemaal gaat die de dingen mogen doen. We mogen elkaar dopen, we mogen met elkaar het avondmaal vieren. En dan heilige doop, heilig avondmaal, heilige schrift. Weet je wat de schrift heilig maakt? De Heilige Geest. De Bijbel zonder de Heilige Geest leeft niet. Wat maakt de doop zo heilig? Dat het door heiligen gebeurt. Wat maakt het avondmaal heilig? Dat wij het als heiligen mogen vieren onder het toezien van een heilige God. Dat is wat het is. Het staat ook in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. 1 Petrus 2 vers 9. Heb je niet. Maakt niet uit, je hebt hem net ook al gelezen. En anders mag je hem thuis nog een keer lezen. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot een wonderbaarlijk licht. Jullie zijn allemaal koningen en priesters, levende stenen, en God wil jullie allemaal gebruiken. En wij doen heel vaak activaties. Ik ben er was heel enthousiast over de pre-meeting, dat we met z'n allen aan het bidden zijn. Maar het punt is, dit moeten we gaan begrijpen met elkaar, zodat we het niet alleen doen als er een activatie is, of in de live groep op zondag. Maar we genieten ervan. God geniet ervan. Want dat is waar het om draait. Het draait om Jezus Christus zelf. Dat hij de volle glorie krijgt. Dat we met alle omstandigheden, dat we geest geleid mensen bemoedigen. Mensen zegenen. Voor mensen bidden. Dat is Gods verlangen. Dat we dat altijd en overal zullen doen.
Uiteindelijk zijn wij niet geroepen. Misschien, wat doe je van werk? Dat is nog niet zo heel lang. Vroeger klinkt heel ver. Ik was timmerman. Maar ik was niet geroepen om timmerman te zijn. Marco, je zit in een boekenwinkel. Je voelt je geroepen om een boekenwinkel te hebben. Maar ik geloof dat je niet geroepen bent om een timmerman te zijn. Of geroepen bent om een boekenwinkel te hebben. En dat kan er ook bij zijn. Dat kan een onderdeel zijn van je roeping. Maar je eerste roeping is om een priester te zijn. Jullie zijn priesters. En als jij bruikbaar bent, als jij dat vormen door God als een levende steen, dan kan je dat priesterschap uitwandelen. Wij zijn koningen en priesters. We zijn hem. En denk je dat eens in? Ik weet niet wat voor werk je doet, maar denk maar waar je dagelijks mee bezig bent. En denk dan eens in een priester. Wat voor beeld heb je bij een priester? Je bent een priester die timmert. Je bent een priester die een boekenwinkel hebt. En dit is super belangrijk. Dus mogelijk moet je het avontuur een keer aangaan als iemand aan je vraagt van, ja, wat ben jij of wat doe jij? Ik ben een priester. En ik timmer. Zoals Paulus ook timmerde of de tenten maakte om zijn geld te verdienen. En zoals Jezus ook timmerde, ook om gewoon het leven te leven. Gaat het avontuur maar een keer aan. Verdiep je er maar in. Maak het je eigen. Is het echt wat je gelooft dat het is? Jullie zijn priesters. Allemaal. En dan mogen we gaan wandelen. We mogen onszelf offeren. We mogen ons laten gebruiken als levende stenen. In 2 Korinthe 5 vers 15. Heb ik die wel? Ook niet? Ik dacht, doe het met een PowerPoint. Maar voor de volgende keer is ook een betere aanleveren. En hij is voor allen gestorven opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hem gestorven en opgewekt is. We leven niet meer voor onszelf. Wij zijn koningen en priesters om offers te brengen voor God. En hoe snel en hoe vaak leven we wel niet voor onszelf? Zijn we op onszelf gericht? En hoe was jouw focus vanmorgen toen je hier naartoe kwam? Doe je ogen allemaal maar even dicht om er even echt over na te denken. Hoe ben jij hier naartoe gekomen? Ben jij hier naartoe gekomen om iets te brengen? Of ben jij hier gekomen om iets te halen? Of dacht je misschien van, eens kijken wat daar allemaal gebeurt. Hoe ben jij gekomen waar je nu bent? Het is superbelangrijk, je mag je ogen weer open doen. Om je bewust te zijn van dat je naar een samenkomst gaat, maar niet alleen een samenkomst. Maar dat je door het leven gaat om wat te brengen als een priester. En hoe beoordelen we zo vaak de samenkomst? Nou, de boodschap, die stond me wel aan. Leuk voorbeeld, we hebben gelachen. Aanbiddingen gingen ook lekker. Is dat hoe wij een samenkomst mogen beoordelen met elkaar? Of mogen we denken van, Heer, wat heb ik mogen brengen? Dank u wel dat u mij gebruikt hebt. Dat is een compleet andere mindset. En dat maakt een heel groot verschil. Op die manier mogen we de volheid van hem, van Jezus, afspiegelen door elkaar heen. En mogen we elkaar meer en meer tot leven wekken. Dat er alle stenen op zijn plek zullen vallen. Dat we allemaal bruikbaar zullen zijn. En dat de geneen achter zal blijven als een misbaksel. Wees een levende steen. Leef als een koning en een priester. Wees gericht op een ander. En ik heb een vraag aan jullie allemaal. En wie gelooft er dat wij allemaal priesters zijn en wat te brengen hebben? Steek je hand maar op als je dat gelooft. Dat zijn er heel veel. Zullen we daar ook naar gaan leven? En blijven leven, zal ik zeggen. Ik heb mijn preek vrij snel gehouden. Ik denk dat ik nu gewoon nog wel een korte activatie doe, als je het goed vindt. Ik ben gek op activaties. Iedereen aan de slag. En dan geef ik jullie de vraag mee. We gaan in groepjes uit elkaar. Maar blijf even rustig zitten totdat ik zeg dat je gaat opstaan. We gaan zo in groepjes uit elkaar van 3 of 4 personen. En dan, zeker de mensen die hun hand op hebben gestoken, die geloven dat ze priesters zijn, dan kan je aan elkaar de vraag gaan stellen en eerlijk gaan kijken van, wat kan ik concreet meer in uitstappen om een betere priester te zijn? Hoe kan ik daar meer in gaan wandelen? Heb oog voor elkaar, stel goede vragen aan elkaar. Zometeen
Dus schuiven stoelen maar aan de kant. En ik laat het aan Hans Wouter over hoe hij die chaos zo meteen weer bij elkaar brengt. Maar vader, we roepen u aan hier op dit moment. En we danken u dat we hier met zoveel overtuigd zijn dat we uw priesters mogen wezen. Doordat wat u gedaan hebt, Heer Jezus, aan het kruis. Doordat we wederom geboren mogen zijn. Dat we koning en priesters mogen zijn. Dat u ons wil gebruiken. Dat u ons wil gebruiken als levende stenen. Dat u ons wil vormen. Dat u de rommel uit de klei van ons leven wil halen. Zodat het mag lukken wat u voor ogen hebt voor ons leven. En ik bid als we hier zo meteen over gaan hebben. Dat de woorden die gesproken worden. Woorden zullen zijn gevuld met uw Heilige Geest. Dat ze zullen zijn als heiligen. Die elkaar tot leven brengen. Heer, wees zo met een ieder van ons, Heer. Dat we de juiste dingen zullen uitspreken in de naam van Jezus.